wat leuk dat je weer komt kijken bij een filmpje van Renske Creatief. In mijn vakantie heb ik een nieuw ontwerp gemaakt, een filetpatroon. Een sjaal gemaakt met scheepjes wul. En dit keer heb ik gekozen voor een bol die niet in mijn comfortzone ligt. Met oranje tint. Nou, je ziet hem hier op de blokkingmatten liggen. En ik ga het principe van deze sjaal uitleggen. En het schema wat ik ervoor gebruikt heb is te vinden op mijn blog. En in mijn winkel renskecreatief.nl of renskecreatief.blogspot.nl. Ik zal ze ook hieronder in het commentaar zetten. Ik ga niet de volledige breedte laten zien, omdat ik dan gewoon veel te lang bezig ben met het haken. En dit filmpje dan ook veel te lang wordt. Maar ik ga je wel het principe van deze sjaal laten zien. Nou, we gaan beginnen met de rand. De rand die bestaat uit een boordsteek, gehaakt. En ik heb er bij deze sjaal vanwege het rulgaren voor gekozen om de randen meteen mooi mee te haken. En dat maakt deze sjaal wel bijzonder, vind ik zelf. Dat ook het boordsteekje aan de zijkant is. Ja, als die straks uit de blokkingdraden is, dan is de rand heel mooi strak geworden. En daar hou ik zelf wel heel erg van. Nou, hij in het midden krijgt een keerpunt. Daar draait het patroon om. Dat vond ik zelf wel heel erg mooi. En dan haak je verder tot het eind. Dus je moet zelf goed in de gaten houden wanneer je op de helft van je bol bent. Ik zelf weeg altijd mijn bol van tevoren. En als ik aan het haken ben en denk, ja, nu kom ik ongeveer in de buurt van de helft. Dan moet je hem even een paar keer gaan wegen dat je project even zwaar is als je bol. En dan weet je, nu moet ik omdraaien. Nou, dit is hem geworden. Ik heb gehaakt op naald 3. Maar dat is echt even kijken welke maat jij zelf prettig vindt. En wat ik zelf altijd leuk vind, is dat ik het aantal kleurwisselingen tel in een bol. En als ik goed heb geteld, zijn er 23 kleurwisselingen in deze bol. Kan natuurlijk zijn dat ik een keertje vergeten ben, maar als ik goed heb geteld, zijn het er 23. Nou, ik heb hier nog wat restjes wul liggen. Wul en wulletten. Daar ga ik het voorbeeldje mee doen. Nou, dit is het telpatroon. Die vind je dus ook in mijn winkel en op mijn blog. Nou, het bestaat uit allemaal hokjes. Elk hokje staat voor 2 steken. Nou, hoe reken je nou uit hoeveel steken je nodig hebt? Het zijn 34 blokjes. Die gaan we maal 2 steken doen. En je hebt altijd 1 steek extra nodig. Dat zijn 69 steken. Nou willen we ook de rand mooi haken, meteen het boordpatroontje. En daar heb je 2 keer 8 steken voor nodig. Dus voor de echte sjaal zet je 85 steken op. Dit vermeld ik ook nog natuurlijk weer eventjes op mijn blog en in mijn winkel. Ik ga nu een klein stukje van het patroon laten zien. En ik heb ervoor gekozen om 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 blokjes te laten zien. In de breedte. Dat zijn dus 16 steken. Plus 1 is 17. En er komen nog 16 steken bij. Dat zijn 33 steken die we gaan opzetten. Nou. Dus daar gaan we nu mee beginnen. Begin met de schuifknoop. En dan gaan we losjes 33 lossen opzetten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33.
We haken 2 keer lossen. Die tellen niet mee. Nu gaan we 33 stokjes terughaken. Twee. Drie. Vier. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Negen. Tien. Oh, hier heb ik net niet mooi in de steek gestoken. 10, 11, 12, 13, 14, 15. 16. Zeventien. Achttien. Negentien. Twintig. Eenentwintig, 22, 23. Ik heb de camera tussen mijn handen zitten en dan kijk ik altijd tegen het statief aan. En daardoor gaat het haken net wat lastiger. Maar ja, ik wil het wel goed op de film krijgen voor jullie. En ik heb gemerkt dat dit de beste methode is om het goed op beeld te krijgen. Dus daar gaan we daarmee mee door. Het zonnetje schijnt inmiddels heerlijk hier. Wordt ook wel tijd, want het is op dit moment mei. En het is de afgelopen tijd best heel fris geweest. Dus voor mij mag de lente en de zomer wel weer gaan komen. En de laatste steek. Nou, 2 keer lossen. Die tellen weer niet mee. Elke keer tellen de keerlossen niet mee in het patroon. Dat vind ik zelf het mooiste. Nou, we draaien het werk om. Normaal gesproken, bij normale stokjes, werk je in de steek. Nou, wat we nu gaan doen zijn reliëfstokjes maken. En dan gaan we om de steek heen. We gaan reliëfstokjes voor en achterlangs maken. En daardoor krijg je dit leuke effect. Dus we gaan omslaan. We gaan achterlangs. En we maken gewoon een stokje. De volgende steek is een reliëfstokje voorlangs. Dus je slaat om. Je gaat naar de andere kant van je werk. Je gaat om het stokje heen. En haakt hem. Voorlangs. Oh, achterlangs, sorry. Nu ga je weer voorlangs. Nu weer achterlangs. En het klopt dat je werk een beetje inkrimpt. Dat los je aan het eind weer op om hem mooi te blokken.
En dan trekt dat gewoon heel mooi weer open. Je gaat dus nu steeds de ene steek voorlangs haken en de andere steek achterlangs haken. En dit is een steek die bijvoorbeeld ook heel leuk is om te gebruiken in truitjes en zo. Voor de mouwboordjes of onderaan het boord te haken. Dat wordt bij breien heel veel gedaan, bij haken veel minder. En ik vind het zelf altijd wel een heel leuk effect hebben. Zo blijf je helemaal doorgaan tot je aan het eind bent. In het echte patroon herhaal je dit 3 keer. Dus je doet 3 keer een toer haken met reliëfstokjes. In dit voorbeeldje zal ik het 2 keer doen. Want ik zie dat mijn filmpje nu al 12 minuten is en anders wordt hij gewoon veel te lang. Even een slokje thee tussendoor. Haken en thee drinken gaan bij mij echt heel vaak samen. Nou drink ik ook de hele dag door thee, dus dat scheelt misschien ook. De gehaakte losse, die sla ik over, dus daar doe ik verder niks mee. Nou, zijn we aan het eind van de toer gekomen. Ik ga nog 1 toer laten zien qua boordsteek haken. Ja, en in de beschrijving zal ik ook zetten hoe vaak ik dit doe. Dat is in totaal 3 keer. 2 keer lossen. Ik draai mijn werk. Nou, waar je net voorlangs hebt gehaakt, ga je nu achterlangs haken. Dus we starten nu achterlangs. Dit stokje is voorlangs gehaakt. Dus die gaan we nu ook weer voorlangs haken. En dat gaan we de hele toer zo doen. En je zal zien dat het nu alweer makkelijker gaat, omdat de stokjes al een beetje die kant op gaan. Dit haakt alweer makkelijker weg, vind ik. En dit herhalen we de hele toer weer. En in het gewone patroon herhaal je het nu nog een keer.
En de laatste steek, die is altijd eventjes pielen, omdat daar ook de keerlossen bij zitten. Zo. Nou, dat is het onderboordje. Nu gaan we met het patroon beginnen. En het patroon bestaat uit een herhaling. En ik zie dat ik geen pen bij de hand heb, maar de herhaling loopt tot hier. Zeg ik het goed? Nee, eentje verder, tot hier. Ik zal hem even omvouwen. Zo. Dit is het hele patroontje. In de eerste helft haak je hem zo. In de tweede helft haak je hem zo. Nou, de lichte vakjes, dat zijn de open vakjes. Zoals je hier ook ziet, dat zijn de open vakjes. De donkere vakjes zijn de dichte vakjes. Nou, een dicht vakje bestaat uit twee stokjes. Een open vakje bestaat uit een losse en een stokje. We gaan eerst de boordsteek van de zijkant haken. Daar starten we mee. We gaan weer 8 steken boordsteek haken. We starten met 2 lossen. We kijken hoe zijn we geëindigd. In dit geval voorlangs of net achterlangs. Dus we gaan nu voorlangs starten. Let erop dat je deze steken lang genoeg haakt. Dus haal hem ietsjes omhoog, want anders gaat straks je werk heel erg intrekken, omdat je hierna met gewone stokjes werkt. Dus trek je steek een beetje omhoog. Dit zijn er 3. 4. Vijf. Zes. Zeven. Acht. Elke toer, dus het maakt niet uit of je een open of een dicht vakje mee start, start je met een normaal stokje. In de steek. Nou, nu gaan we het filet haken. Of het lacé haken. Filet is eigenlijk hetzelfde. We starten met een open vakje. Dus dat is een losse. We slaan er 1 over. En haken een stokje. Volgende is weer een open. Dus dat is een losse. 1 overslaan en een stokje. Nu haken we 2 dichte. Dat zijn 2 stokjes. Nog een keer een dichte. Dat is weer 2 stokjes. Een open. Dat is een losse. Een stokje. Een losse. En een stokje. En 2 open. Of 2 dichte, sorry. Dat zijn 2 stokjes. En nog een keer 2 stokjes. Even kijken. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, ik heb nog precies 8 steken over. Dus dan gaan we weer het boordje maken. Dus weer voorlangs. Hem ver genoeg omhoog trekken. Achterlangs. Ver genoeg omhoog. Voorlangs. Ver genoeg omhoog. Achterlangs. Ver genoeg omhoog. En de laatste is altijd even pielen. Dat was de eerste toer. Nou, 2 keer lossen, draaien het werk. Nu moeten we achterlangs starten. Achterlangs.
voorlangs. Via de eerste 8 steken relief. De eerste steek is altijd een stokje. Nou, we waren hier geëindigd, dus we gaan de volgende toer ook weer hier starten. En die starten we met een dichte. Ik heb een normaal stokje gehaakt, dus 2 dichten gaan we haken. Dat zijn weer 2 stokjes. 1, 2. En nou heb ik... Ga ik wel goed. 3. 2 open. Een losse. Een stokje. Een losse. Een stokje. 2 dichten zijn weer 4 stokjes. Vier, 2 open is weer een losse. Een stokje, een losse. Een stokje. En dan zijn we alweer aan het eind. En dan gaan we de rand haken. En de laatste. 2 lossen. Keren het werk. Starten weer met de rand. Starten met 1 normaal stokje. Nu gaan we 2 dichte haken op de 2 open. Nou, dat is een stokje in de opening. En een normaal stokje. Stokje in de opening. En een normaal stokje. Gaan we nog 2 dichte haken. 1. 2. 1. 2, 2 open, 2 en weer 2 dichten. Nou, dit is het hele principe van de sjaal. Dit is een losse en een stokje en dit zijn 2 stokjes. Zo ga je door, tot je halverwege bent. Dan draait het patroon zich om. Kijk hier. Iets verschuiven, sorry voor het trillen. Dan draait het patroon zich om. En dan ga je hier weer de herhaling doen. En dan loopt de herhaling hier. Aan het eind, als je bij de laatste kleurwisseling hebt gehad... Dan ga je een hele toer gewone stokjes haken en daarna nog 3 toeren relief stokjes. En je eindigt met een toer halve vaste. Let erop dat je die niet te strak haakt. Dan is je project af. Ik ga het ook nog helemaal beschrijven op mijn blog renskecreatief.blogspot.nl. En hij komt ook op mijn website te staan bij de patronen. renskecreatief.nl. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken.
Ik hoop dat je dit een leuk patroon vond. Dat je hier lekker mee aan de slag gaat. En ik zou het heel leuk vinden om foto's van je te zien. Als je hem ook gemaakt hebt. We hebben een Facebookgroep. We hebben een Facebookpagina. Zoek ons gerust op. Meld je aan en laat ze je werk zien. Vergeet je vooral niet te abonneren op mijn kanaal. Want er gaan de aankomende tijd veel meer leuke tutorials komen. En er staan al heel veel leuke steken op, dekens op, van alles en nog wat. Dus kijk lekker rond. Super bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer.